the tears in me. Hey, bring back my boys to me, bring back, bring back my boys to me. Dan is het de hoogste tijd om te beginnen met de feestelijke opening van vier bijzonder mooie projecten die Helm Rijker is sinds enige tijd. Maar je snapt wel, zo'n kademu, bruggetjes, boot, dat kost nogal wat. En dat hebben we in Dorbo gewoon niet. Dus dan ga je ze in de troon vragen, waar halen we dat geld dan vandaan? En dat ga ik je nu even vertellen. Een groot deel van het geld is beschikbaar gesteld door het Nationaal Programma Groningen. Ik ben Henk de Haan, ik woon hier in Helm naast de Haansvaart. We zijn hier omdat we vier projecten gedaan hebben in het dorp rond de Haansvaart. En die worden vandaag allemaal geopend. De vier projecten zijn historische wandeling, de nieuwe kademuur, de ontmoetingsplek en de wandeling naar het Schuldmeer. Hoe voelt u zich als u terugkijkt op het feit dat het nu gerealiseerd is? Heel trots. En ik ben heel blij dat we dat toch maar zo even voor elkaar gekregen hebben in Helm. Dus ja, ik ben echt een trotse inwoner en ja, ook nog trotse bestuurslid. Maar wat dan heel mooi is, is dat jullie er iedere keer weer in slagen om die historie van vroeger te verbinden met de toekomst van het dorp. Wat maakt deze oude kademuur nu zo speciaal? Nou, vroeger was hij precies net zo, alleen hij was inmiddels helemaal kapot en hij stortte in. En het waterschap was van plan om er nu een gewone oever van te maken. En dat wilden wij als Helm niet. Wij wouden gewoon net zo'n kademuur weer. Dus daar zijn we in geslaagd door dat we veel geld gekregen hebben. Dus dan hebben we precies net zo gebouwd als dat hij was. Hoe ziet de wandelroute naar het Schildmeer er ongeveer uit? Nou, de wandeling is 3,5 kilometer lang en die gaat langs de Haansvaart, langs de maaipaden die wij maaien als dorp. En onderweg zijn er twee bruggetjes waar je overheen moet. En die zijn ook speciaal daarvoor gebouwd. En ja, die zijn, dat zijn leuke bruggetjes. Dus in, daar kom je bij de sluis in Helm uit. Bij de Schildmeer uit. Welk effect hopen jullie te bereiken met deze ontmoetingsplek? Nou, het effect is een beetje, nou, er is altijd best wel een beetje behoefte bij met name de oudere inwoners van het dorp om af en toe eens even met elkaar even gezellig te zitten praten. En dat hebben ze inmiddels, dat gebeurt nu al wekelijks, want iedere vrijdag om 11 uur dan staan ze nu bij de brug verzameld om even de dorse roddels te bespreken. Maar daar hebben we nu een speciale plek voor gecreëerd. En het voordeel van die plek is ook, dat is wat lager. Dan heb je niet zoveel last van de wind. Ik hoop dat u toch een aantal hierop gaan volgen die ook gaan realiseren met elkaar. En dat u er de komende jaren nog veel plezier van hebben. Dus op het moment dat een waterschap zegt op een vraag van de dorpsvereniging, is die kade nog wel veilig? En dan daar heel functioneel naar kijkt en zegt van, ja, hij is niet meer veilig. We gaan hem opruimen en gaan hem volgooien met graszaad. Dan komt het hele dorp in opstand en ze hoort het ook. Met die cultuuromslag zijn we nu hard op bezig, maar het vraagt wel enige tijd. Om veranderingen die roepen doorgaand weerstand op, ook binnen de organisatie van de gemeente. Waarom denkt u dat het belangrijk is dat de gemeente samenwerkt met burgers in zulke projecten? Nou ja, kijk, wij zijn een gemeente die eigenlijk dienstverlener zouden moeten zijn. We hebben natuurlijk na de herindeling hebben we gezien dat die organisatie eerst zichzelf zou moeten worden, op een manier zelf. En we waren enorm intern gericht. Wij moeten dus veel meer extern. Wij moeten de burger zien als partner en niet als, ja, als burger waar wij iets voor doen. Wij bieden iets aan. Nee, we moeten samen met die burger op stap gaan en samen kijken van wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat is een veel betere grondhouding dan toen we begonnen na de herdering. Hoe kijkt u terug op de samenwerking met de gemeente, het waterschap en het NPG? Nou, in de start is altijd moeilijk, maar uiteindelijk best wel goed. Want we hebben toch alle gelden gekregen die we wouden. Dus ja, daar zijn we wel tevreden over. Ik zie dat het ondanks de regen er hier toch een goed feestje gevierd wordt. Tot hoe laat gaan ze door? Nou, tot in de kleine uurtjes zelf niet, maar we gaan nog wel even door. En dat vond ik zelf ook een goede zet. Het begon te regenen en deze tent, waar we nu onder staan, die werd gelijk van de andere kant hierheen vervoerd.
En dat vond ik een geweldig idee en een geweldig gezicht. En nou staat iedereen toch nog maar even droog.